Zorg de weg wordt gezet. Dat is even stop. Ik heb wel goede hoop dat dit zou moeten kunnen lukken. Heftig. Ja, moet je er iets ja, wijs over ja, moet er iets wijs over zeggen. Ja, ik weet het niet, Vincent. En door. Nee, we zijn elkaar nu redelijk zat. Oh, echt? Even klaar. Hallo. Oh. Formatievlog. 18. 18. 18 alweer. Oh. Wordt ook gelachen, gelukkig. NOS. Leuk dat je kijkt. De grote vraag is natuurlijk van, gaat dit lukken? Dit kan toch wel? En wanneer staat er een kabinet, bordes? Oh, jij doet wel met je trapje? Ja. Nou, die antwoorden heb ik dus niet. Vincent, of je ook naar Broadway komt. Als ik moet omschrijven deze formatie in één woord, wat is het dan? Lang. Ja, toch? Vindt u ook? Inhoudelijk. Lang, maar stevig. Heb toch één woord gezegd? Ik weet één ding zeker, het is niet af. Marleen is er natuurlijk weer. En kijk eens, we hebben ook een Joost van deze week. Dat is Ron Vrezen. Go Marleen en Ron. Misschien ken je hem van het grote NOS-journaal. Zo is het. Marleen, die had vorige week waren ook wat comments over dat ze iets wat klein was. Marleen is super Marleen groot. Is gelijk ongeveer... Er is een tegenshot gemaakt, ook door Ron. Het mooie beeld monteren we er even in. Het is even achter de schermen van het vlog. Ron, wat ben je aan het doen? Probeer een tegenshot te maken. Gewoon een cameraman. Als we zometeen klaar zijn, dan doen we het. Ja? We hebben een leuk snijshot. Valt er iets over deze week te vertellen? Zeker, genoeg. Het was de laatste week voor de vakantie. Nou, als een huis gebouwd wordt, dan staat dat in de stijgers. En dit huis dus ook. En dat betekent dus dat we nog bepaald niet aan het aflakken toe zijn. Korte week? Korte week, maar ze hebben heel erg lang vergaderd. Hoe gaat het nu? Het zijn wel 3 lange dagen geweest voor ze, ja. Dus meters gemaakt. Is er ook nog iets? Nou, dat weet je niet, hè? Nee, ja, precies. Dat is nou juist weer het vervelende. Ik was hoopvol toen we begonnen. Die hoop is niet afgenomen. Misschien zelfs wel een klein beetje toegenomen. Optimistisch, maar voorzichtig optimistisch aan het einde, moet ik eerlijk zeggen. Dag voordat u begon, hadden we het er heel even kort over. Gewoon direct nierenproeven aan het begin. Ja, ik denk het wel. Is dat dus echt gewoon gebeurd? Dat is ook gebeurd, ja. En? Ja. Hoe was dat? hoe proefden ze? Ja, hoe proefden ze? Gegroeid vertrouwen. En door. 1, 2, 3. Je zal op een of andere manier ergens een compromis moeten vinden. Ik geloof dat Marleen... Het voelt zo raar om zo lang te zijn in één keer. Ja. Oké, maar dit is wel opeens een probleem. Waar is Ron opeens? Ik weet het. Die is met de snijshot bezig. Wat een verschil. Echt waar. Ja, die is al geruime tijd mee opgehouden, dus ik weet niet... José Maria, wat vind jij van de formatie in Nederland? Lekker. Ja, nu is er dan natuurlijk gewoon vakantie, gewoon 3 weken vakantie. Nou is natuurlijk een beetje de vraag, is dat niet raar? Laatste dag voor de vakantie, meneer Buma. Ja, en dat is ook wel nodig. Er zijn mensen die zeggen, waarom gaan ze op vakantie? Zorg nou maar eens dat het kabinet er is. Komt hier aan. Oh, de broer van Halbe Zijlstra. Ja, precies. Het is wel iemand. Even een vakantie, dus kunnen we ons hoofd leegmaken. Als je nagaat dat ze allemaal eigenlijk in oktober vorig jaar al begonnen zijn met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Wat die zeggen, het is al even mooi geweest. Ja, eigenlijk hebben ze vanaf december niet meer echt een stop gehad, hè? Na het kerstgezicht. Nee, dus ik vind het niet zo raar eigenlijk. Kan deze formatie eigenlijk wel een vakantie hebben? Nee, maar we gaan het wel doen, want iedereen is echt geknopt. Dus ja, het moet gewoon even. Ja, het is ook wel gewoon arbo, geloof ik. Hè? Nee, ik draai het om. Het moet even om het te doen slagen. Want we zijn gewoon mensen. Op een gegeven moment merk je dat het gewoon nodig is om ook die enorme druk even af te schalen. De harde schijf zit vol? Nou, dat zeg je mooi. Ja. Dankjewel. En ik denk dat wij dan ook weer gewoon met de gewone energie weer verder kunnen. Is er vakantie gepast nu in deze periode? Het is nonsens. We zijn er aan toe. We moeten een break. Even het hoofd leegmaken. Goed nadenken. Nee, ik ga deze nu echt... Even helemaal klaar mee. Leuk niet te geven vraag. Gaat u een goed boek lezen? Ja, ik lees altijd heel veel. Racefiets op het dak. Het zit inmiddels op het dak. En ook als ik racefiets, heb ik geen stukken bij me. Niet? Nee. Dat ik 3 weken vakantie erg lang vind, hoor. Rutte die vindt het allemaal te lang duren. Ja, die dat is het precies. Jongens, laten we nou hup, door. Rutte begint zich steeds meer te irriteren aan het feit dat er nog steeds geen kabinet is. Er moet tempo gemaakt worden. Nou ja, als het sneller kan, graag. Hij is de leider. Hij moet er toch voor zorgen dat er gewoon snel een kabinet is. Wat is dit? Ja, en hij heeft het nu gewoon niet... Hij kan er niet zoveel van doen. Nee, lang.
Hij zal af en toe ook denken, waar begin ik nou? Hij straalt het toch niet uit, maar hij is wel vrolijk altijd. Ik wil u heel graag wat vragen over belastingen en de lastenverlichtingen. Twee schrijven. Dus dat betekent eigenlijk dat dit dan deal is, want dat CDA en ChristenUnie willen dit ook. Het zou mooi zijn als dit lukt. Maar uiteindelijk het belangrijkste is dat we lasten naar beneden gaan. Bij het eerstvolgende belastingplan zou dat moeten kunnen. Maar ja, moet je eerst wel een regering hebben. Ja. Als ze dit doen, kunnen ze met één knop op de computer, kunnen ze het wel doen. Knop op de druk. Dat wilde je zeggen, hè? Dat wilde ik zeggen. Ja, precies. Ik werd afgeleid door die meneer daar. Ik zeg niks. Ik geef niks. Die stond te knippen over, ja? Heftig. Meneer Buma, goedemorgen. Dankjewel, meneer Buma. Ja, ik kan even tukken. Meneer Buma. Tom, die zei in zijn persconferentie over die vakantie. Meestal is een vakantie blik verbredend. Is dat zo? Ja, ik denk dat het zo is. Maar het kan natuurlijk ook net de andere kant op zijn. Ja. De vorige informateur, Schippers, heeft het natuurlijk ook gedaan. Het moment van reflectie was er en daarna klapte het. Het is niet gelukt. Toen zei Pechtold volgens mij ook. Nachtjes slapen zijn niet goed. Ja, nachtjes slapen zijn niet goed. En dat is eigenlijk hetzelfde. Soms is een vakantie misschien ook niet goed. Dan kan je misschien beter nog even doorgaan. Want dan ben je onder druk, wordt alles vloeibaar. Nou, als je op vakantie gaat, haal je de drukte weer af. Ja. Een mooie conclusie hiervan is, het kan alle twee kanten op. Zoals eigenlijk altijd in Den Haag. Wel gaaf dat je nog steeds kijkt. Leuk dat je kijkt. Voor zover je niet op vakantie bent, hoewel dat kan tegenwoordig. Ja, kan je overal kijken. Je kan overal niet uit. YouTube is ook in Spanje. Hartstikke leuk dat je kijkt. Ik denk dat het goed is ook voor het proces dat ze nu even er tussenuit zijn. Wij horen altijd, als die dan die zaal binnenkomt, dan is de eerste reactie altijd, oh wat is die toch wel oud geworden. Ja, maar dat maar als zodra hij gaat praten, ben je dat gevoel weer helemaal kwijt. Ik vond hem ook echt een baasje. Lekker even eigen baas, ja. Hij was er blij mee dat iedereen nu even wegging en dat hij de komende weken gewoon even de baas kon zijn. Dat hij de formatie even oont nu. Ja, het is hij oont het nu. Ja. Hij gaat even meters maken. Zalm die gaat vrolijk verder en ook Nederlandse rekenmeesters gaan ook verder. Inderdaad, ja. En Zalm zei ook al, hij houdt korte lijntjes met het CPB. Hij was natuurlijk ooit directeur van het CPB, dus hij weet ze heus al te vinden. Ik heb contacten met zowel het ministerie van Financiën als het Centraal Planbureau, als ook het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. En die jongens en meiden, die gaan, dat zijn echt slimme economen, die gaan eens even goed... studeren of het allemaal wel kan, die plannetjes. Maar een echt regeerakkoord, concept regeerakkoord, dat is er nog niet naartoe gestuurd. Waar zijn we nu eigenlijk? We zijn bij het Centraal Planbureau. Ja, omdat hier wel deels wordt doorgewerkt deze zomer. Ja. Want hier gaan ze kijken, de rekenmeesters, of die al die plannetjes van de heren en dames aan de formatietafel, hoeveel het nou eigenlijk kost en wat het oplevert. Ja. Er zitten hier 150 hierboven. Hele slimme mensen. Precies, en die zijn gewoon de aankomende 3 weken zijn ze eigenlijk alle deelplannetjes stoppen ze in de computer en dan komt er een duim of iets negatiefs uit. Ja. Van kan het? Levert het iets op? Ja. En hoeveel kost het? Het klopt ook echt, hè? Want we zijn natuurlijk overal geweest. In de kamer is het doodstil en hier de hele kantine zit bomvol. Komen hier bindende adviezen vandaan? Nee. Het is niet bindend. Het is... Meer een tip eigenlijk. Het is een tip. 3 weken zijn ze bezig. Nu 3 weken vakantie. Het gaat ondertussen stiekem door. Gaan ze dan, hè, want Prinsjesdag is nog heel ver. Derde dinsdag van september. Dat duurt nog een week of zeven of zo. Ja, zeker. Had u Prinsjesdag? In welke zin? Je zou kunnen zeggen dat is realistisch dat ze dat halen. Dat ze voor Prinsjesdag op het bordes staan. Ja, maar ze zeggen ook, als je daarna vraagt, en ik heb er ook enig persoonlijk belang bij, want ik ga eind augustus op vakantie in september. Oké. Maar goed, dat helemaal terzijde. Ze zeggen er ook bij, als ze terugkomen, hebben ze nog weken nodig. Wat het allerslechtste is wat je kan doen, is overpromise en underdeliver. We staan hier met de masterbeveiliger. Zelfs Cor past op een fiets. Dat is een hele grote fiets. Dan moet je er iets bij zeggen. Ja, ik weet het niet, Vincent. Ik zou heel graag een vlieg willen zijn die af en toe op de muur daar in die kamer zit. Ja. Hè? Dan zou ik heel veel meer weten dan wat we nu weten. Maar dat zou een leuk kinderboek zijn. Ron Vreese, de vlieg. Oké. Nou, dat is misschien nog iets voor later. Okay. Leuk dat je kijkt. Ik moet nog heel even door het stof. Ik zei namelijk dat Johan de Wit was gevierendeeld. Johan de Wit is niet gevierendeeld. Sterker nog, het was nog veel afgrijzelijker. Hij is wel gelinched. Hij is volle bak gelinched, hij is gecastreerd, alles erop en eraan. Dus dat wilde ik toch nog even zeggen, want er kwamen meteen allemaal reacties op het vlog. Nee, dat is helemaal niet waar, niet gevierendeeld enzovoort. Dus inderdaad, dat klopt. Ik houd maar een beetje low-key. Er wordt heel goed voor ons gezorgd. Heel gezond ook. Allemaal gezonde dingen zo, hè?
Ja, voor mij is dat ook een erfenis van GroenLinks. Maar we kunnen ook wel zeggen dat er ook momenten waren dat er onderhandelaars waren die zich echt bijna letterlijk op de kleine koekjes storten. Een enorme afvalberg. En daar heeft volgens Carola de minister-president, oeh, nou zeg ik het, op aangesproken. En die heeft toen vervolgens alleen nog maar bordjes gegeven, volgens mij. Dus die, ik wens jullie ook een hele goede vakantie. Ja, jullie ook. Van hetzelfde. Dankjewel. Jullie gaan niet samen? Nee, we zijn elkaar nu redelijk zat. Oh, ja. Oh, oh. Wij zijn een politiek stel. Ja. Okay. Heb je nog andere dingen die je graag wil bespreken? Nee. Nou. Oké. Okay. Goeie zomer. Dank je. De verwachting is dat we de eerste vergadering zullen hebben weer op 9 augustus. Dag. Na de vakantie zijn we weer terug. Fijne avond allemaal. Okay. En deels een goede vakantie.